Ja, ik denk door de coronacrisis dat er een paar dingen echt enorm gaan bewegen. En dat is het zelfbewustzijn van mensen dat gezondheid niet te koop is. Gezondheid is iets waar je aan moet werken, dag in dag uit. En het is helemaal niet sexy, maar het is wel iets wat nodig is, dat besef. Dat je het niet door één keer heel goed te doen, het goed maakt. Dus je moet iedere dag in dag uit zorgen dat je zo goed mogelijk leeft. En je hoeft niet rozer te zijn dan de paus. 80% goed en 20% is een keertje laat maar waaien, is prima. Maar die 80% is natuurlijk al een enorme uitdaging. En wat is goed? Er is een oerwoud aan wat er wel of niet goed voor je is. En een paar dingen zijn er wel belangrijk, is dat je veel meer groentes gaat eten. Dus dat is een van de principes waarop Sasha Serveert ook is gebaseerd. En ik verwacht ook dat in de toekomst die niche, want het blijft een niche, veel groter wordt. Dat mensen heel bewust veel meer groentebereidingen gaan waarderen en ook echt gaan of maken of kopen.